In de bouwsector hebben voertuigen bijna altijd specifieke taken. Ongeveer de helft van de voertuigen werkt direct op de bouwlocatie. En een derde deel doet algemene logistieke ritten voor bijvoorbeeld de aanvoer van bouwmaterialen. Verder rijdt zo'n 15% als betonmixer en de overige bouwvoertuigen doen bijvoorbeeld zwaar transport of zijn in gebruik bij nutsbedrijven. Mercedes-Benz introduceert voor de bouw zijn compleet nieuwe Arox als loader en grounder. En met keuze uit 2, 3 of 4 assen. Allemaal Euro 6 en met vermogens van 238 tot 625 pk. De Arox omvat een brede voertuigrange van een 18 tons 2-assige loader tot deze bullige grounder met 4 assen en 41 ton totaalgewicht. We zien bij de Arox veel Mercedes-familiekenmerken die we ook kennen van de vormentaal van de nieuwe Actros en de Antos. Maar daar stopt het ook, want verder is de Arox een compleet andere truck met heel veel bijzondere eigenschappen. Afgestemd op zware lasten en inzet in het terrein. Met het oog op die zware belasting zijn de chassis robuuster en ook de bodemvrijheid is groter en de assen zijn anders gepositioneerd. De Arox gaat probleemloos door het terrein. Hij staat hoger op zijn poten, heeft grote vrijloophoeken en de opstapjes geven mee als ze over de grond gaan. Deze vierassige betonmixer is eigenlijk een drieasser met als extra een vierde gestuurde as. Het is een zogeheten sleepas die niet wordt aangedreven. Mercedes heeft voor de Arox maar liefst 14 verschillende cabinevarianten in de aanbieding. Het interieur heeft een hoogwaardige uitstraling in de kleuren anthraciet en zwart. De cabine is gemakkelijk schoon te maken en dat is voor een bouwvoertuig natuurlijk een voorwaarde. De goede ergonomie van de cabine merk je al meteen bij het instappen. Je loopt als het ware zo naar binnen. Ook aan de werkplek zelf is veel aandacht besteed en arbotechnisch is het allemaal dik voor elkaar. Er is aan alle voorzieningen gedacht die het werken en rusten in de cabine aangenaam maken. De instrumenten zijn overzichtelijk gerangschikt. En alle functies zijn ook in ruw terrein probleemloos te bedienen. De instrumenten informeren de chauffeur steeds over het actuele brandstofverbruik. En ze laten in één oogopslag zien welke sperren er zijn ingeschakeld. Nadat het stuur en de stoel optimaal zijn ingesteld, kan de chauffeur aan het werk. Voor de Arox is een uitgebreid motorenprogramma leverbaar. Uiteenlopend van een bescheiden 7,7 liter tot een forse 15,6 liter. Het zijn zescilinder lijnmotoren met een lange slag. De grootste diesel is voorzien van een bijzonder turbocompound systeem. Daarbij haalt een tweede turbine nog eens 68 pk extra uit de uitlaatgassen. Bovendien pakt deze motor door zijn karakter over het hele toerengebied extra krachtig op. De Blue Efficiency motorenfamilie heeft trouwens opvallend veel overeenkomsten. Zo zijn de motoren niet alleen Euro 6, maar hebben ze ook Common Rail inspuiting, een gesloten roetfiltersysteem en uitlaatgasnabehandeling met een SCR-katalysator. Kijk voor meer informatie over de Arox op onze website rtltransportwereld.nl.